u weet het misschien, hè, we hebben een participatiewet. Toen heeft Den Haag tegen de gemeente gezegd, zorg ervoor dat alle mensen betrokken worden bij onze samenleving. En een van de dingen die je mag doen, je hoeft het niet te doen, het is geen must, die je mag doen als gemeente, is zij die in de bijstand zitten om een tegenprestatie vragen. Wil je dat als gemeente Alphen aan de Rijn of niet? De volgende stelling. De gemeente moet mensen in de bijstand verplichten iets terug te doen in de maatschappij. En ik vind het zo leuk om eens even de andere partijen heel even bij te betrekken. Wie van jullie is voor die moet gaan staan? Er zit er een te kletsen. Ja, ik ben juf geweest van herexamen. Ik zie het onmiddellijk. Ja, Michel de Chatelier. Ben je voor of tegen? Als je voor bent voor deze stelling, ga dan staan. He? De gemeente moet mensen in de bijstand verplichten iets terug te doen in de maatschappij. Ik zie Nieuw Elan staan. Ik zie ChristenUnie staan en ik zie het CDA staan. Goed, dan weten we dat. Hier, hoe is het hier? Steek eens op. Wie? Voor. Wie is voor? Verplichting. Nee, tegen. Ja, met een nuance, maar die zal ik straks toelichten. Ja, de waarheid zit vaak in de nuance. Nee, tegen. Waar we altijd over in de debat. Dat weet ik. Ja. Allereerst tegen, zie ik aan deze kant staan. Waarom? Ben je daar tegen? Nou, ik vind, ik bedoel, in de bijstand zitten, dat doe je niet voor je lol. Kijk terug naar een paar jaar geleden toen er een crisis was, zijn er heel veel mensen die jarenlang gewerkt hebben, hun baan verloren, komen in de bijstand terecht en hebben gewoon recht op ondersteuning. Zo werd in onze samenleving geregeld. Ze hebben ook jarenlang zelf bijgedragen, premies betaald en waarom niet. En ik vind het dus echt heel pijnlijk als degene die hun baan hebben kunnen behouden, dan ook nog eens zeggen van, jij krijgt nu geld, dat is van ons. Ik lees het bijna letterlijk in sommige antwoorden van partijen. En dan moet je ook nog daarvoor een tegenprestatie leveren, want het is gemeenschapsgeld. Is het mensonterend? Ik vind het mensonterend. Is het mensonterend? Annie? Nou, wij kijken eigenlijk naar, want ik hoor wat u zegt en wij hebben bij de VVD echt wel het uitgangspunt van sociale rechtvaardigheid. We willen echt graag mensen die niet kunnen, daar is een vangnet voor en dat is ook nodig. Maar laten we uitgaan van de 80-20 regel, hè. Dat betekent dat 80% van de mensen in de bijstand echt wel weer kan meedoen en sterker nog ook wil meedoen. En die is erbij gebaat, ook voor het geluk van mensen zelf, om weer lekker aan de slag te zijn. En die hebben het soms ook gewoon nodig om daar even bij geholpen te worden. Als ze mee willen doen, moet het dan een verplichting zijn? Nou, soms, ik denk wel dat je dat moet verplichten. Gewoon dan is het ook geen uitzondering. Dan zeg je niet jij wel, jij niet. Dan zeg je gewoon iedereen, die geven wij dat setje. Mits, hè, en dan komen we weer op die 80-20 regel. Daar zit waar je het echt niet kan en dat je het vangnet nodig hebt. Als we dan kijken naar bijvoorbeeld Alphen aan de Rijn als gemeente, dan is er 2% van de mensen zitten in de bijstand. Hè, dan hebben we het over ongeveer zo'n 1900 mensen. Even snel gerekend is dat zo'n 2,5 keer deze zaal in zijn totaal. Aan mensen die dus in de bijstand zitten. En van die mensen zijn er 150 mensen die in een traject zitten waarin ze gestimuleerd zijn om iets mee te doen. Hè, om mee te doen in de samenleving. Om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen of ergens te werken waar er een kans wordt geboden bij een werkgever. Ben ik geslaagd. Uiteindelijk zeg je ja, er moet een verplichting komen. Kijk, ja. Jij zegt, want ik zie jullie heel erg nee schudden. Nee, zeg ik. Ik zeg heel duidelijk nee. Ik ben overigens blij dat mijn buurvrouw van de Partij van de Arbeid dus het ook met de stelling niet eens was. Het was natuurlijk wel mevrouw Kleinsma die dit heel slechte voorstel heeft gedaan om iedereen verplicht iets te doen. Maar gelukkig zijn deze PvdA blij dat maar ik ben blij dat u op terugkomt. Kijk, laten we duidelijk zijn, bijstand is een recht. En dat moeten we wel zo zien. En jullie hebben net gezien, ik ben van beroep insolventiemedewerker. Dat houdt in dat ik de afgelopen jaren ontzettend veel mensen ontslagen heb. Er waren heel veel mensen bij, zeg maar 50'ers en zo, die dus nu inmiddels allemaal in de bijstand terecht zijn gekomen. Hè. Mensen zijn niet aan het werk gekomen, hebben dus op een bepaald moment een uitkering gekregen. Mensen die keihard gewerkt hebben, vaak door mismanagement op straat zijn gekomen, nu een bijstandsuitkering krijgen en dan gaan wij ze nog dwingen
iets terug te doen door de maatschappij. Zeg ik dan dat ze niets moeten doen? Ja, ik zou ontzettend blij zijn als de mensen wel iets gaan doen voor de maatschappij. Maar ik wil ze niet verplichten. Ik wil ze stimuleren. Ik wil ze bijstaan. Ik wil ze helpen. Ik wil ze allerlei mogelijkheden bieden. Ik zou ze zelfs mensen hebben niet, sommige mensen hebben misschien een stok nodig, dus die verplichting nodig. Ik wil ze gewoon op een positieve manier benaderen. Verplichten heeft voor mij een negatief karakter en ik wil de positiviteit bevorderen. En het blijkt ook uit onderzoeken, het gaat om de Rotterdamse of de Amsterdamse aanpak, dat de Amsterdamse aanpak ook veel beter scoort dan de Rotterdamse aanpak. Dus ja, mensen die in de bijstand iets doen, graag, maar dan vrijwillig. En laten we zorgen dat ze daar dan zich wel gewoon betrokken voelen. Maar als zo iemand verplicht iets laten doen, dat kan nooit goed zijn. Hans, de samenleving moet een beetje meer SGP hebben, zeg jij, op dit punt. Ja, nou, kijk, de overheid is een schild voor de zwakken, dat is duidelijk. En we mogen allemaal blij zijn, en er moet er ook heel zuinig op zijn, dat er een bijstand is. Dat is gewoon een sociaal vangnet. Alleen wat er in de loop van de tijd een beetje gebeurd is, dat het meer op een hangmat lijkt. Dat er komen er maar bij en er komen er te weinig uit. Wacht even, wil ik even met een hangmat. Een hangmat? Nee, dat is nee. Dat doet geen recht aan die mensen. Dat doet net alsof ze... Alsof mensen gewoon voor hun lol in de bijstand zitten. Maar heel veel mensen zitten niet voor hun lol in de bijstand. Nou ja, dat is wat ik net ook zei. Mensen zitten niet voor de lol in de bijstand. We hebben net een economische crisis gehad. Ik heb ook niet gezegd dat ze voor de lol in de bijstand zitten. Ik zeg alleen dat er mensen te makkelijk erin blijven. En dat is het punt. En daarom begrijp ik deze stelling begrijp ik best. Alleen de vraag is, moest je ze echt verplichten? Ik denk dat er ook een andere manier is. Het is niet een verplichting die leidt tot een baan. Hè? Dus het is gewoon een tegenprestatie voor een maatschappelijke invulling. Ja, dat begrijp ik. En daar wil ik ook eigenlijk naartoe. Want ik denk dat er ook een link is met schuldhulpverlening. Dat komt er ook allemaal, heeft er allemaal mee te maken. En wat wij graag zouden willen, dat is dat mensen die dus in de schuldhulpverlening zitten of in de bijstand, dat die weer beloond gaan worden op een of andere manier. Dan kun je zeggen, moet je niet belonen omdat ze erin zitten, maar je moest ze stimuleren om er weer uit te komen. En om dat te doen, zou je ze bijvoorbeeld een vrijwillig iets kunnen laten doen. Hè? En dan zeggen van, joh, maar we belonen je met bijvoorbeeld een social coin. Hè? Dat is iets van een social coin. Dat is geen bitcoin, maar een sociaal nummer. Ja. Je gaat dus, moet maar eens op internet... Gaat die op den duur ook heel veel waard zijn, want dan wil iedereen een social coin. Moet maar eens op internet kijken, dus een hele nieuwe richting. En wat de bedoeling daarvan is dat mensen dus die in de bijstand zijn gekomen, of die in de schuldhulpverlening zitten, vaak een achtergrond van sociale problematiek hebben. Oké, social coin. Anouk, en dan mogen jullie even reageren. Anouk? Ik wil toch nog even terug naar mevrouw De Groot. Want die zegt van, ja, het is toch wel heel erg als we die mensen dan dwingen om weer wat te gaan doen. Houdt u er wel rekening mee dat mensen ook graag iets willen doen? Want als we kijken naar, er zijn heel wat onderzoeken geweest. Inmiddels, we hebben zelfs een geluksprofessor. En al jaren, hè, dat is echt aan een universiteit, dus niet gewoon zomaar. En als we dan kijken waar werk staat voor ons, op onze geluksmeters, dan staat hij echt bovenaan met stip. Maar dus heeft u zich het punt van indenken dat u die mensen ook een plezier doet? Ja, maar u vergist u hebt daar over werk, maar dit leidt niet tot werk. Dit is gewoon een maatschappelijke stage of iets wat we moeten gaan doen. Maar dit leidt niet tot werk. Kijk, als je iets gaat doen wat tot een baan gaat leiden, maar in heel veel gevallen leidt het niet tot een baan. En nou, mijn collega had het net over schuldhulpverlening en bijstand, maar schuldhulpverlening en bijstand zijn twee totaal verschillende begrippen. Dat heeft niet met elkaar te maken. Ik wil er graag iets anders bij inbrengen. Het gaat erom dat mensen die graag iets willen doen, als het bijdraagt tot de zingeving, tot het meedoen, tot erbij horen, is er niks op tegen om activiteiten te ontwikkelen. Ik zou het eigenlijk nog wat scherper willen maken. Ik vind dat wij met elkaar ervoor moeten zorgen dat mensen weer, dat die arbeidsmarkt weer bereikbaar wordt. Dus dat we actief aan de slag gaan met mensen in de bijstand, dat het maatwerk is en dat we kijken hoe we mensen en kijken naar waar de arbeidsmarkt om vraagt, dat we mensen weer met opleiding, bijscholing, activiteiten, dat kan in de vorm van werken, weer naar die arbeidsmarkt toe leiden. Dat is wat gelukkig maakt. Het wordt hier gezegd scholing en niet een tegenprestatie voor een maatschappelijke organisatie, waar je er over veel van hebt, hè, de gemeente Alphen aan de Rijn. De kern van de discussie wordt volgens mij hier gemist, want een tegenprestatie is letterlijk dat, een tegenprestatie. De bijstand die krijg je omdat je op dat moment niet in staat bent om voor jezelf te zorgen, daarvoor krijg je bijstand om rond te komen. Dat komt uit inderdaad die maatschappelijke pot die we met z'n allen hebben. En ik vind het ook heel logisch dat je dan iets terug doet.
Maar en wat ik jammer vind in deze discussie is dat de tegenprestatie zuiver als iets negatiefs wordt geframed. Als je terug wil naar de arbeidsmarkt en je zit 3 jaar thuis op de bank, een vergevende beeldspraak, dan is dat heel erg moeilijk. Want je bent uit je ritme, je hebt niet meer de gewoonte om die werkethiek op te pakken. En die stap is heel erg moeilijk. Dus zie je het ook als iets positiefs op het moment dat je in enige vorm van tegenprestatie... Maar het gaat over de manier waarop het geformuleerd wordt. Het is, je moet verplicht iets doen omdat je geld van ons krijgt. En daar maken we bezwaar tegen. En alles wat mensen zelf willen doen om erbij te horen, om weer onderdeel te zijn van de samenleving. Als je het een verplichting maakt, zou het dan zijn dat de gemeente misschien daardoor nog harder gaat lopen om de mensen weer op een bepaalde manier mee te laten doen in de samenleving? Ja, kijk, wat ik heb proberen uit te leggen is dat het probleem, of je nou een schuldhulpverlening of bijstand, dat heeft heel vaak te maken met sociale achtergrond. Problemen die ontstaan zijn om wat voor reden dan ook. En waar ik naartoe wil is dat wanneer je iemand in zou kunnen zetten tijdelijk in een maatschappelijke functie, dan raakt hij ook weer meer in dat sociale leven betrokken. Dan krijgt hij meer eigenwaarde. Moet het een verplichting zijn of niet? Ja, ik vind het wel. Als mensen daartoe in staat zijn, moet dat kunnen. Laatste woord, Anouk. Ja, wij vinden ook dat inderdaad een verplichting moet zijn. Maar ook omdat je dat juist dan het onderscheid weghaalt. En volgens mij ook nog even richting PvdA. Maar we hebben gewoon op dit moment zelfs een tekort op de arbeidsmarkt. En volgens mij kunnen we juist mensen met een prikkel en een beetje stimulatie juist helpen om terug te komen naar de arbeidsmarkt. Waar we iedereen echt heel hard nodig hebben. En waar we het echt samen moeten doen op dit moment. En vind je dan ook over al die tijdse klusjes die nog steeds langs de kant staan en in de bijstand zitten? Als dat zo is, dan klopt onze insteek toch dat we alles aan moeten doen. Dat zijn wij als gemeente wel verplicht. Er alles aan moeten doen om de mensen de kans te geven om weer terug te komen op de arbeidsmarkt. Dat is zo, maar er is ook een andere kant en dat wil ik benadrukken. Het gaat niet alleen wat de gemeente moet doen, ben ik het met u eens. Wij moeten als gemeente alles doen om die mensen te helpen terug naar de arbeidsmarkt te brengen. Maar er zit ook een andere kant aan, op het moment dat je een bijstandsuitkering ontvangt, wellicht geheel ten onrechte, niet je eigen schuld, maar dan mag je best iets terug doen. En dat kan ook mantelzorg zijn, dat kan ook vrijwilligerswerk zijn, of een betaalde functie, maar je doet iets terug. Dat vind ik heel normaal. En volgens mij is dat een win-win situatie, ook voor de betrokkenen zelf. Of voor wel de betrokkenen zelf. Ja, ik laat het.